Hoi, ik ben Lieke. En vandaag zijn we in Theater de Agnietenhof in Tiel. En we zijn op de première van de musical De Nacht van Flipje. Ik heb er super veel zin in. Oké, Teun, welke rol speel jij? Ik speel de rol van Otto van Tiel. En Otto van Tiel is het spook. Ik spook op een gegeven moment al 150 jaar in Tiel rond, zonder dat ik weet waar ik ben. En uiteindelijk vind ik meneer Heldering in de vorm van een standbeeld. En dan begint voor mij zeg maar het verhaal. Ik zie dat je nu zelf aan het sminken bent, maar hoe lang duurt dat ongeveer? Nou, ik denk dat het sminken... Kijk, nu vergeet ik alweer een stukje. Ik ben helemaal grijs. Ik denk dat het sminken zo'n half uur, drie kwartier duurt. Nu nog. Je speelt met best wel veel mensen uit de regio. Hoe is dat? Dat vind ik geweldig. Dat is echt superleuk. En ik doe vaker dat soort voorstellingen met amateurs. En ik moet zeggen dat het enthousiasme wat er dan in zo'n productie bij komt kijken, dat is zo aanstekelijk en zo belangrijk voor mij als acteur ook. En met amateurs is het dat je denkt, ja, het is een speciaal vak, weet je wel. En ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En dat is echt uitzonderlijk. Ik zit nu naast Jalisa. En welke rol speel jij? Ik speel de rol van Liesje. En wat houdt die rol in? Lies is eigenlijk een beetje een nerd. Ze is heel erg slim en daardoor doet ze ook al het huiswerk van de huftertjes, waardoor ze gepest wordt. Zou je wel een speciale kracht willen bezitten? Wat zou dat dan zijn? Ik zou het heel erg tof vinden om te kunnen vliegen en om mensen te kunnen helen. Dat lijkt me ook wel heel tof. Nee, dat is origineel, die heb ik nog nooit gehoord. Nou, heel veel toi 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 en ik ga het kijken. Veel plezier. Hoe ging het? Het ging volgens mij heel erg goed. We hadden er allemaal wel een fijn gevoel over en we zaten er lekker in. En de zaal reageerde heel erg leuk, dus volgens mij is het allemaal best wel goed gegaan. Ja, voor mij hetzelfde. Het was een hele fijne avond. En jullie spelen eigenlijk allebei een soort superhelden. Hoe is dat? Dat is superleuk. Ik mag nog niet te veel verklappen, maar ik kom op een gegeven moment op in een pakje. En het gevoel wat ik dan krijg als de zaal me dan voor het eerst ziet, dat is geweldig. Ja, een kerstengel zijn, ja, dat stond wel een beetje op mijn wensenlijst. En dat heb ik nu mogen spelen, dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Jullie deden het allemaal echt superleuk. En als jullie nog een superkracht zouden mogen hebben, wat zou dat dan zijn? Ja, het is heel, heel basic misschien, maar vliegen lijkt me heel erg vet. Of tijdreizen lijkt me ook heel erg vet. Ja, tijdreis. Dat zou ik echt, dat je terug naar de jaren 60 of zo. Dat lijkt mij heel tof. De voorstelling is afgelopen, wat vonden jullie ervan? Nou, ik vond het geweldig. Ja. Heel origineel. Heel professioneel ook. Dus ook de amateurs vond ik echt heel gaaf om te zien. Ja. Ja, echt een leuke familiemusical. Ik vond het echt fantastisch. En jij, Julia? Ja. Wat is jouw rol in de voorstelling? Ik ben de vader van Flipje. Ik heb een bessenfabriekje en het gaat failliet. En ik zit bij de pakken neer en Flip doet iets. Waardoor hij niet alleen mij redt, maar eigenlijk de hele Betuwe. En eigenlijk de hele wereld. Ik voelde voor het eerst nu bij de première dat dit ook belangrijk is voor Tiel en omstreken. Dat de Tielenaar hier trots op kan zijn. Ja, want hoe is het eigenlijk om met zo'n grote cast spelen en met best wel veel mensen die daar eigenlijk amateurs, hoe is dat? Nou, het is natuurlijk sowieso een militaire operatie, zo'n grote productie. Het gaat over heel veel schijven. Eigenlijk kom ik steeds maar een paar mensen tegen als ik zelf aan het repeteren ben. Maar dus in die zin zit ik zelf in een soort kleine deelproductie van dat grote geheel. Pas in de laatste week komt alles echt bij elkaar. Maar ik vind het contact met de amateurspelers heel erg leuk. Wat vond u nou het leukste van de voorstelling? Er waren verschillende dingen leuk. Wat ik mooi vond was dat ze een klein beetje historie van Tiel vertelde vanuit de Romeinen. Het verliefde stel was natuurlijk enorm goed. Hele goede zangkwaliteiten. Ja, het verhaal op. Nou, hoe ging het? Ja, het ging eigenlijk hartstikke goed. Ik ben zo blij, weet je, in zo'n laatste week, we zijn eigenlijk vanaf zondag zijn we hier in de grote zaal bezig geweest. En wat je ziet, dat elke avond wordt er zo'n enorme stap gemaakt. En ik weet het wel een beetje uit ervaring dat gebeurt, maar het moet ook wel gebeuren. En het gebeurde. Er gebeurde dan opeens een wondertje en alles valt op zijn plek. En dat gebeurde vanavond, dus nee, ik ben ontzettend blij. Wat is je eerste indruk van deze voorstelling? Heel erg leuk. Heel veel leuke humor en ja, het was echt gewoon heel erg leuk. En wat vond je nou de leukste scène? Ik denk wel van mevrouw Gommer. En zaten er nog bekenden voor jou in de voorstelling? Ja, mijn moeder, die is mevrouw Gommer. Verder niet, maar
ben heel erg trots op haar. Dus. En hoe is het nou om in zo'n soort productie te spelen? Dat is echt ineens heel vet en met al die lieve mensen en professioneel en dat is echt zo vet. Om... Ja, en je ziet nu echt hoe het eraan toe gaat, dus hoe het achter te werk gaat. Je staat achter op het toneel, je gaat kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Het is zo leuk. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Vooral na de pauze heb ik echt heel erg genoten en ontzettend gelachen om de kerstengel. En ik vond dat er een aantal hele lekkere meezingers in zaten. De voorstelling is afgelopen. Ik heb ontzettend genoten en heel hard gelachen. Het is echt een feel-good musical. Dus kom zeker kijken. Ze spelen nog maar 5 keer, dus echt komen. Ik zou graag als superkracht willen tijdreizen. Hoi, ik ben Lieke en vandaag zijn we in Theater de Agnietenhof in Tiel.